Hij is Quinn. En wij zijn de Gadget Dudes. Quinn. Ja. Je weet, ik hou van. Mag waar, hè? Ik ook. Ik ben pas geleden natuurlijk weer in Efteling geweest in die nieuwe bron. Oh, was dat? Ja, was echt super leuk. Ja? Ja, was echt heel tof. Hoe lang moest je wachten? Nou, veel mee. Volgens mij 25 minuutjes, half uur of zo. Ja, ze hebben daar zo'n single line, dat je als je niet in een groepje zit en je wil alleen erin, dan mag je tussendoor, zeg maar. Dus dat was echt super leuk. Dus als je weer net flink bent, ga er even in. Maar, nou vond ik een itempje over een nieuwe achtbaan. En dat belooft de langste, snelste, hoogste, beste achtbaan. Dat zijn de termen die we willen horen. Ter wereld te worden. Hij is in de Cedar Point Amusement Park. En dat ligt in Sandusky in Ohio. Oké. Nou, dat wordt dus heel tof. Tenminste, ze beloven allemaal dingen dat het echt heel gaaf wordt. Maar wat het leuke daarvan is, is dat zij online hebben ze al een soort van virtuele achtbaan gemaakt. Dus je kan achter je scherm zitten, zet je hem aan en dan zit je er dus al in. En hij is nog helemaal niet af, ze zijn nog lekker aan het bouwen. Maar je kan er dus eigenlijk al virtueel in, zeg maar. Oké. Okay. Dus ik dacht meteen van stof met alle virtual reality brilletjes en je dingetje op erin en misselijk eruit. Weet je al, gewoon kotsen in je eigen folder. Volgens mij fantastisch. Ja, zeker gaaf zeg. Ja, en dan weet je ook een beetje wat je kan verwachten. Dus ik denk, eigenlijk zou je dat heel tof zijn als ze dat gewoon van alle achtbanen van de wereld, dat, ze een, dat je ze allemaal kan rijden met een virtual reality bril op. Of gewoon met een of andere soort van afgeschermd in een bioscoop of zo. Dat je gewoon, gaat. Cool. Ja, volgens mij is het heel tof. Dus ja, dat, nou ja, ga het even kijken. Weet je wel, je kan gewoon dus virtueel in de achtbaan. Onwijs. Ja. Wat grappig is dat jij nu over dat virtuele begint. NASA heeft een filmpje online gezet dat je virtueel over Pluto heen kan vliegen. Oh, ja, tof. Dat is ook heel tof. De link zetten we er even bij. Dat is, hebben ze met een of andere camera gefilmd die daar langs is gevlogen. Ja, ik weet het al, kwam er wel niet meer uit elkaar ook, maar er is pas zo'n apparaatje, zo'n satellietdingetje rondgevlogen. En ze hebben al die foto's achter elkaar gezet dat het een vloeiende film wordt. Dus je kan ook virtueel over Pluto vliegen, tof. Dus, wil je virtueel op reis, dan kan dat dus ook met de Gadget Dudes. Dat zie je maar weer.